burn-out zijn. Ja, om het sporten dan ook nog meer vorm te geven dan alleen het in te richten zo. Dus al pratende kwamen we zover. Zullen we de sportgoeroe in Heemskerk benaderen? Die staat daar vast wel open voor om ons daarin te begeleiden. En kijken of Kees welwillend is om een aantal avonden te faciliteren. Kees, kennende, ik hoef er maar even helft te bellen. En Kees, alvast bedankt voor je support en je hulp. Van je nog de toppen meegenomen om ons vanavond en de aankomende avonden te faciliteren. Vandaag ga ik een beetje laten zien van hoe het er allemaal toe gaat met materialen in combinatie met het trainen met het rek. En mooie voorbereidende warmingen. En super dat jullie er ook bij zijn. We gaan even starten. Oké, hou de squat positie maar met z'n allen vast. Tik je schouders aan. En de knieën. En hoofd. Tenen. Yo! Hey. Ruiten, staat op het bord, is lunchpassen. Maak een grote stap naar voren. Een klaver, lijkt een beetje een broccoli, lijkt niet kijk niet in mijn tekenkunsten. Dat zijn deze, jumping jacks. En als laatste, schoppen, dat zijn wat push-ups. Ja. Pak een kaartje en dan kijken we straks wie de meeste kaarten heeft. Een vrouw is die. Goede oefening om je rugspieren verder te trainen. Je kan je voeten wat verder naar voren zetten en je trekt jezelf iedere keer omhoog. Dan ga je hoog in de plank, dan ga je iedere keer naar de borst brengen. Mooie buikspieren. Dit is zo hard te kennen. Deze wat. Gaan we vanaf hier verder met wat dips. Zak je iedere keer door armen heen. Deze wat. Gaan we hier op het matje. Maak je iedere keer wat burpees. Het moeilijke is met een push-up erbij. Als ene laatste hebben we deze. Pakken we even wat triceps. Iedere keer boven het hoofd. En deze gehad. Heb hier nog een matje. Mag je op de rug gaan liggen. En tik je voeten. Go!